Oké, hoe heet je? Ik ben Van Raap. En welke club? Van PSC. En vandaag was alles goed, hè? Ja, zeker. Ik heb een NK gedaan. Ja. En ik heb hoog gesprongen. Ja. Ik heb 1,96 meter gesprongen. Oké. Okay. En daarmee word ik tweede alle tijden. Ja. Op de lijst. Wie is de eerste? Ken je die? Rick Taan. Met 1,98 meter. Oké. Okay. Maar ik hoop hem te verslaan. Ja. Misschien dit jaar nog. En wat heb je gedaan met de training? Want vorig jaar was 1,75 of zo? Ja, toen ging het niet zo heel goed. Maar ik heb met de training heel veel getraind in ieder geval. En ik heb zoveel technische dingen nieuw geleerd. Oké. Okay. Heel veel kracht opgebouwd. Kun je vertellen of niet? Geheim of niet? Het was meer, ik heb nieuwe trainingen van Rini en Marlies. En die helpen mij heel erg veel. En het is eigenlijk een speciale hoogspringtraining. Repetities of? Repetitie, nee. Eigenlijk... We hebben heel veel trainingen, heel veel hoogspringtrainingen. Oké. Okay. Dus meer de techniek op de Ja, techniek en kracht. Oké. Okay. En nu, u bent buitenland geweest? Ja, ik ben vorige week ben ik zelfs nog in Duitsland geweest. Ja. En dan heb ik ook een wedstrijd gedaan, maar 1,95 meter gesprongen. Ja. Oké. Okay. Dus ik heb eigenlijk een PR vandaag van 1 centimeter. Dus dat het zit in de flow, hè? Ja. En competities voor 2014, heb je de Europa Cup of iets? Ik weet het nog niet zeker, want ik denk dat je dan wel een limiet moet halen of bij de beetjes moet zitten eigenlijk. Ja. Dus, maar ik hoop, het zou leuk zijn als het kon. En ga je ook voor de meerkamp in 2014 of niet? Ja. Zeker Brian? Ja, ik hoop hem te verslaan. Okay. Vooral met hoogspringen, dan heb ik heel veel punten gehaald. Ja. En vandaag is ook een beetje mislukt met de polstok. Ja, ik ging polstok en toen stak ik de stok verkeerd in de bak. Ja. Waardoor ik naast de mat landde. En ik heb dus eigenlijk mijn enkel verzwikt. Ja. Dus ik had verspringen nog op het schema staan, maar dat ging dus niet meer. Oké, bedankt. Dankjewel.